Oh, het is zo vroeg donker. Het is 7 uur. Het is woensdag en ik ga Sarah naar school brengen. En we zijn weer met de poepie. Ja, poepie. En ik moet even zo wat zware grote dingen bij de supermarkt halen. Dus ik ben even met de auto. Fietsen is sowieso echt niet mijn hobby momenteel. En lopen met de boodschappen, dan ga ik ook niet meer redden naar huis. Maar ik heb echt een hekel aan... altijd maar onnodig met de auto boodschappen doen. Maar goed, soms moet je wel. Ja, als het regent bijvoorbeeld. Nou, als het gewoon zachtjes mis en probeer ik toch de fiets te pakken. Maar als het heel koud is. Dan ga ik wel altijd gewoon op de fiets. Nee, als het echt noodweer is. Of als ik echt zware dingen moet doen. Of te groot. Of wat dat soort dingen. Ja. Maar verder probeer ik echt altijd de fiets te pakken. Goed hè? Ja. En trots op mezelf. Ja. En dan dat moment dat je thuis komt en dat je de Backstreet Boys op de radio hoort en de auto niet uit wil. En toen bedacht ik me dat ik thuis natuurlijk gewoon verder kan luisteren en dat ik daar niet voor in de auto hoef te blijven zitten. En dan zit je zo in een liedje en dan moet, in ieder geval dat heb ik dan, dan moet ik hem op dat moment afluisteren terwijl het eigenlijk helemaal nergens over gaat. En ik ga ondertussen even mijn rondje door het huis doen. Ik hou echt van alles wat ik kan doen op de bank doen in plaats van in de keuken of aan tafel. Ik weet niet, ik vind dat echt een relaxte manier van werken. Mijn hoofd heb ik weer afgeknipt, maar goed, anders bleef de camera niet staan. Dus ik zit nu met de Backstreet Boys op lekker boontjes te breken op de bank. De tijd vliegt zo als je bezig bent. Het is alweer tijd om de zeg op te halen. En er was niet zulk heel lekker weer voorspeld. Maar het is super lekker buiten. Dus ik ga heerlijk fietsen. Hoop dat het nu geen pijn meer doet. Oh, ik heb mezelf heel charmant in beeld. Het lijkt zo. Mijn huid lijkt echt heel raar zo. Oh wacht, ik denk dat ik het snap. Dit is denk ik iets beter. Maar ik weet niet. Mijn huid lijkt heel vlekkerig. En mijn nek heel wit. Heel raar. Als ik in de spiegel kijk ziet het er niet zo uit. Maar goed, ik ga richting school. Nou, zo kom ik ook weer terug zonder kind. Want die heeft gelijk weer een playdate. Die moet ik over anderhalf uur ophalen ongeveer. Dus ik ga nog snel ten huis doen. Ho, het is zo vroeg donker. Het is 7 uur. Maar het is ook echt aan het regenen en onweren. En ik moet ook zeggen dat ik de lamellen dicht heb. Die heb ik vaak dicht omdat de zon altijd heel erg fel naar binnen schijnt. En dan wordt het zo heet in huis. Het is heel stom. Zomers heb ik ze dus heel vaak dicht. En dan kan ik het zonnescherm uitdraaien. En dan kan ik ze wel open doen, maar dan is het nog donker in huis. Alleen, nu is het elke keer aan het regenen, waaien, onweren, dan weer zon, het gaat heen en weer. En dan heb ik geen zin altijd om het zonnescherm te doen. Een rare zin. Maar je snapt me. Ik ben echt moe. Ik heb ook echt wel veel gelopen vandaag, zag ik. Even opzoeken. Hoeveel stappen heb ik? Ik heb al bijna 8000 stappen. Dus ik ga nu eerst even een momentje rustig. Ik heb tegenzet, die is nog te heet. Heel even een stukje 13 Reasons Why kijken. En dan ga ik weer wat doen. Ik hoop dat jullie me horen. Ik zit helemaal in 13 Reasons Why. Ik vond het seizoen namelijk echt heel raar beginnen. Namelijk. Maar hoe verder dit gaat, hoe beter ik hem vind. En nu zit ik echt op een punt dat ik echt denk, ik moet gewoon weten hoe die verder gaat. Dus daar gaat mijn avond weer een beetje aan op. Ja, Mark was tussendoor thuis, toen ging hij weer weg. Toen kwam hij weer thuis, toen ging hij weer weg. Dus dat was ook niet echt heel gezellig verder. Ik ga nu even thee zetten en dan nog even verder kijken. Ik heb trouwens echt geen idee hoe ver ik eigenlijk in het seizoen ben. Het is sowieso, als het goed is, het laatste seizoen.
En ik denk, dan doe ik ondertussen gelijk even Sarah's bakje en beker vast klaarzetten. Brood doen we altijd in de ochtend. Degene die het eerste naar beneden komt, die haalt even een boterhammetje uit de vriezer. En dan kan ik die altijd op tijd even maken. Maar ik vind het zo niet vers, zeg maar, als je het de avond ervoor. Ik vind dat zelf ook niet lekker, dus dat wil ik haar dan ook niet meegeven. Dus, ja. Nou, van deze bakjes trouwens, deze komen van de Action, met zo'n dekseltje. Die zijn echt ideaal voor een fruithapje of zo mee naar school. Ze zijn klein, ze sluiten makkelijk, ze gaan ook makkelijk open. Ik vind dat echt topbakjes. Dat is echt voor alle mama's mijn tip. En trouwens, ja, ze hebben nog wel gekke plaatjes allemaal. Maar ook voor jezelf voor onderweg zijn zo makkelijk. Want ik pak ze ook wel eens als we weggaan en ik wil iets meenemen of zo. Dan zijn ze ook echt heel handig. Handig maatje, goede sluiting. Top. En ze kosten bijna niks. Ik ben er wel aardig doorheen aan het gaan. Want dit is al aflevering 6. Het zijn er 10. En deze is bijna klaar, dus nog 4 hierna. Oh, dit is echt zo hatelijk. Het is nu 11:01, dus ik ging kijken of ik mijn stap heb gehaald. Echt, als die scherp stelt. Ik moest er echt nog zo weinig. Nog 526, dat is natuurlijk niks op 10.000. Kan ik echt niet hebben, weet je dat? Nou, morgen weer een nieuwe poging tot de 10.000 stappen. Ik ga nu lekker slapen, dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!